Welkom iedereen bij een nieuwe video van FIFA 17, mijn Weekend League teams. Deze weekend is eindelijk weer een Weekend League. En we moeten een squad maken. Je mag elke speler gebruiken die je wil. Dus geen restricties zit erop. Dus we gaan even nieuwe maken van grond af. WL A Weekend League, de A-team. Dan gaan we kijken, de formatie die gaan we doen is 4-3-1-2. Boom. Gaan we kijken wie de beste spits hebben. Spits. Oeh, dit is ook wel leuk. Maar we gaan Aguero in de spits zetten samen met Griezmann. Kijk, en dan moet een Frans of een Argentijns. Argentinië kan. Oké, dat kan hij dus niet. Frans. Een Frans CM dan. Balfkant T moet. Oh. En dat was een moeilijke. Oké, dan gaan we iets anders doen. Naar BB4A. Nee, naar Premier League. Denk ik is het beste. Coutinho. En dan moet ik hier een strong link. Als ik kan, anders moet ik iets anders doen. Likke BBV. Atletico Madrid. Concept. Ik krijg hier geen volledig cam. Nee, daar had ik al bang, was ik er bang voor. Ik kan wel zo doen. Daar, hoppa. Kam, Lika, zat er daar. My clubs. Koke. En dan CVM. Casimiro. Casemiro is het, niet met I. Casemiro, mijn club. Eerste inform. Even volledig cam. Rechtsachter gaan we. Groen Frank doen, denk ik. Ja, dat gaan we doen. CV. Piqué, maar ik vrees dat ik daar een Spaanse. Verdediger moet hebben. Doelman. Gaan we CVM Premier League. KJT is aardig goed. Ja, liefst wil ik Kante hebben hier. Kante. Huppa. Hier. Een centraal verdediger. Koscielny is de beste, omdat het een goede link is. Boom. En linksachter kunnen gebruiken. Ja, ik zie al iets problematisch. Is Casemiro, die geen volledig cam hebt. Moet ik ze even eraan doen. Varaan. Die Bundesliga. Spaanse league. Heb ik nog iets speciaals? Alleen Piqué. Oké, dan gaan we Varaan doen. In ieder geval iedereen volledig cam. Ik mag een Franse keeper kiezen en dat is. Oh. Respecte Loris. Is dat een goede? Of ik zal
Of we gaan iets anders doen. Kan ook zo doen. Piqué even hier zetten. Ja, let goed op. CVM. Fernando. Nee, ik zoek Fernandinho. Nee, niet die, want dat is een SPC. Oh, dat is een CM. Oké, CM. Brazil is sowieso beter. Fernandinho. En dan heeft iedereen volledig cam. Ook weer niet. God. En als ik hem weg doe. En ik hier. Liga. En ik krijg het Kossel niet goed. Dan gaan we anders doen. We gaan. Loris. En Varaan. Ik wou kijken als ik kon, maar dat is helaas niet het geval. Maar ik klop. Uppe Varaan. Dan heb je een goede link overal. En als ik. Hij is aardig. Hij is defensief. Hij is aardig snel. Dus dan voor 3k. Of ik doe Kante. Maar de Kante wil ik liefst ergens anders bewaren. Zo. Fernandinho kopen voor 3-4-3. 3-4. Ik zal even op Transfermarkt kijken. Wat de goedkoopste is. Nee, ik wil een fresh hebben. Dat is betekent dat ik nog niet gespeeld heeft. Helemaal niet. Nou, 3.4 is het, moet het zijn. Nee. 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 Je kan zien dat ze 7 contracten en 99 conditie. Dan heeft hij eerst de kans dat hij fresh is. Ik betaal liever 100 coins meer voor een fresh. Dan een speler die al te veel gespeeld heeft. Zodat je niet ziet wat je doet voor je club. Kijken. Dit kan het zijn. Ja, dit kan het zijn. Toevoegen. Deze kan zijn. Dat hoeft niet, want ik moet C1 hebben. Ik ben echt perfectionist. Hij moet echt maar 1. Nee, maar goed, dan kopen we die andere al. Hier kijk ik even hoe duur mijn spelers waren. Boom. Hebben we hem binnen. Club sturen, bom. Dat is die team klaar. Selecties. Als het goed is dit. Perfect. 8, hij is 8 op puur dat hij geen CVM is. En we gaan even naar CVM gebruiken. Zo. Nou, dit is mijn team 1 klaar. We gaan beginnen met Loris. Eerst eigenaar. Linksachter. Klitschi. Verdediger is Koscielny.
Varaan is de andere verdediger. Eerste eigenaar. Groenfran, eerste eigenaar. De Kam, Coutinho. Fernandinho, die net gekocht hebben. Eerste eigenaar, Casemiro. Koke als aanvallende mids. Aguero is eigenaar. Daar ben ik heel trots op. Vorige week gepakt. En Griezmann. Dat is mijn eerste team. Dan gaan we nu het tweede team maken. Van de grond af. WL. Spatie. B. Kijken of dit kan met 4-3-1-2 of je kan deze doen. Hier heb je heel veel links. Heeft deze mijn spits nog meer links? Nee, op dat niet. Dus we gaan weer dezelfde doen. Oké, dan gaan we ander kijken dan Griezmann of Aguero. We gaan Dybala doen. En wie wordt de compagnon? We kunnen wel Italiaans doen. Sansone, maar ja, dat wordt lastig. Als ik Sansone doe, daarnaast, dan kan ik hier een Italiaanse parolo kan ik hier doen. Parolo. Marco Parolo. Linker naar beide kanten toe. Dan kan ik hier naar Serie A zetten. Pjanic. Als het goed is, heeft Dybala voor Cam. Zal ik hier CM een verdedigende mids hebben. En dat is Khedira. En hier moet ik een Serie. Nee, Serie A niet. Een Lucas Santander hebben. Ja, hij krijgt wel volledig Cam. En deze hebben we nog niet eerder gebruikt. Dus ideaal. En als ik hem hier naartoe doe. Nee, dan verliest Dybala te veel chemistry. Dat gaan we daarheen. Kan we hier Florenzi zetten. Of ja, Florenzi, Serie A. Italiaanse back moeten hebben. Tonelli. Samen met Basakli. En linksachter Alexandro. Nou, zo heeft iedereen volledig camp, ja. En de keeper is natuurlijk Buffon. Nou, dat is ideaal. Verder gaan we iets veranderen? Nee. Ja, dit zijn mijn teams. Ik zal met mijn andere spelers bij doen. Premier League. Die hebben we kunnen doen met Aguero. Loris. Koscielny. Coutinho. Nee, geen Smalling. Geen Martial. Geen Schneiderlin. Ook niet die. Ook geen Kante. Waar is Fernandinho? Daar is Fernandinho. Is dat klaar? En Clissy. Dan gaan we naar de BBVA. Casemiro. Griezmann. Koke. Varaan,
En de speciale kaart is Groen Fran. En ik mag nog één speler erbij doen. Dan wil ik toch een speciaal erbij doen. Dit is allemaal leen. Dat wil ik niet hebben. Ik wil een snelle buitenspeler. Meestal doe ik dat Sterling. Maar we kunnen ook een Ben Yedder doen. Ja, dat moet wel. Ben Yedder is de super sub. Boom. En dan is dit mijn Weekend League B-team. Mijn doel is Buffon, eerste eigenaar. Alexandro, eerste eigenaar. Basakli, gekocht. Tonelli in vorm gekocht. Hij is gewoon heel goed te zijn. 78 snelheid en 86 verdediger. 82 fysiek. Florenzi eerste eigenaar. Vasquez eerste eigenaar. Ik ben benieuwd hoe hij speelt. Kedira eerste eigenaar. Pjanic eerste eigenaar. Parolo eerste. En de twee spitsen zijn gekocht. En wat de reserve en de wissels zijn de rest van mijn team. In de Weekend League A. Nou, ik hoop dat hier een goede minimaal 18 winst hebben. Dan hebben we verzekerd voor de goud 3 en voor een volgend weekend. Ik hoef maar nog maar 12 winst voor een goud. Ik zal laten zien goud 3 maandelijks te halen. Online. Fit Champs. Ik ben gekwalificeerd, zoals je ziet. Huidige positie is goud 3. Dat is vorige Weekend League. Ik zit nu in zilver 1 met 37 winst. En ik moet 50 winst halen in totaal. Dus dat betekent dat ik 13 winst moet halen uit de 40 om goud 3 te halen. Of als ik alle 40... Nee, niet 40. Als ik 35 winst heb ik elite 3 gehaald, maar dat haal ik toch niet. Maar goed, mijn doel is ook goud 3 te halen. Dan heb ik er in ieder geval 3 gouden informs in de rode vorm daarvan. Nou, hierbij sluit ik mijn video af direct. Ik heb maar een vraag aan jullie. Willen jullie de Weekend League ook op YouTube zien? Ga ik streamen? Zet hem even in de comments neer als je dat wilt zien. Dan zeg ik hierbij... Vergeet niet de video te liken en vergeet ook niet te abonneren, want bij 50 abonnees geef ik een giveaway weg. Dan zeg ik altijd blijf me lachen. Ciao ciao.